De oudste inwoner van Reek, Sjaak van Tilburg, viel op 27 februari de eer te beurt om de ontmoetingsruimte van de Reekse zorgcoöperatie te mogen openen. Hij deed dat met een grote schaar die hij al 60 jaar in gebruik heeft. Alle drie de zorgcoöperaties uit Landert hebben nu een eigen plek waar inwoners permanent kunnen samenkomen voor een praatje, een spelletje of een kop koffie. Ik wil u namens het bestuur, maar zeker ook namens de werkgroepleden van zorgcoöperatie Reek, van harte welkom heten bij de officiële opening van ons nieuwe ontmoetingscentrum De Babbelaar. Hier in het zeer prominente Rekenaar wordt verricht, zullen er eerst twee sprekers het woord voeren. Allereerst, en dat is inderdaad een wat ongebruikelijke volgorde, maar dat komt omdat we binnen zijn, wil ik het woord geven aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Landert, de heer Jonkergouw, die onder meer welzijn en zorg en dus ook dit project onder zijn hoede heeft. Ik zou bijna één ding nog vergeten, maar ik weet niet of dat mag. Ik heb een cadeautje meegenomen. En mag ik het al geven voor de opening? Dan moet ik kijken even, waar is de voorzitter? Oh, de voorzitter die staat hierachter. Kunnen we gehad hebben. Ik wil niet zeggen dat dat het belangrijkste was, voorzitter. Maar het is zo dat we als gemeentebestuur denken natuurlijk na over wat is een aardig cadeau. Daar ga je ook al voor een stukje in overleg. En wij dachten in overleg ook met het bestuur dat een leuk en passend cadeau was voor zo'n actieve club als deze. Het zit in deze envelop, maar dan is het symbolisch en je moet het maar even openmaken en dan kun je zelf zeggen wat het is, Harry. Dankjewel. Ik ga het onthullen. Het staat er. De tekst is gewoon dat je het krijgt, Harry, om het hier ook te kunnen gebruiken. Ik zal het voorlezen. Het cadeau van de gemeente Landert. Van harte gefeliciteerd met de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum van zorgcoöperatie Reek. En dit is. En dit, hè? Dit, hè. Wij krijgen een duofiets. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Harry, aan jou het woord. Dankjewel, Chris. Dankjewel, wethouder Jonkergouw. Dankjewel, gemeentebestuur, voor het leuke cadeau. Ik heet jullie allemaal welkom en het college van BNW doet mij deugd dat jullie er allemaal zijn op onze opening van de Babbelaar. Dus het voorstel kwam om tijdelijk gebruik te maken van een woning van dichterbij, hier net een eindje verderop. En die woning stond toch leeg en wij hebben ook als een soort anti-kraakbeweging erin gezeten. Maar wij zijn wel altijd in beweging gebleven. Wij hebben ook altijd in gesprek gebleven met Marieke Huisman van het Zorgcentrum Reek, het bestuur van het Stichting Dorpshuizen. En we hebben een oplossing gevonden om gezamenlijk gebruik te maken van de ruimte die we straks in gebruik gaan nemen. Wij zijn dan ook trots op wat wij met z'n allen bereikt hebben. De vrijwilligers, de gastvrouwen, iedereen die ons heeft geholpen om tot stand te komen van hetgeen wat we nu hebben. Graag wil ik jullie namens het bestuur en alle medewerkers van de zorgcoöperatie Reek uitnodigen om dadelijk mee naar buiten te gaan en de openingshandeling te bekijken waarvoor wij een bijzondere rekenaar hebben uitgenodigd. En ik wil best verklappen dat er Sjaak van Tilburg is. Daar wil ik even uitleggen waarom wij bij Sjaak zijn gekomen. Sjaak is niet alleen de oudste inwoner van Reek, maar hij is ook onze oudste vrijwilliger van Reek. Samen de wipkip schoongemaakt en de wip en de speeltoestellen. We hebben daar samen een geweldige. Wilt 60 op 5. Sjaak gaat nu knippen. Sjaak. Kijk, Sjaak. Sjaak.
De zorgcorporatie begint vandaag officieel met de ontmoetingsruimte in het Wapen van Reek, de Babbelaar geheten. Een lang gekoesterde wens komt daarmee in vervulling, denk ik, Mieke Nooyen. Jij bent van de zorgcoöperatie, is dat zo? Dat klopt. We zijn al een paar jaar bezig met de zorgcoöperatie. We wilden een ontmoetingscentrum, maar we kregen het toch niet helemaal rond. Zo zijn we voorlopig even begonnen in een huis van dichterbij, hier naast het Wapen van Reek. In die tussentijd hebben we wel gewoon allerlei gesprekken blijven voeren en uiteindelijk hebben we onze gekoesterde wens gekregen en hebben we hier een ruimte gekregen. En die wordt vandaag officieel geopend. Ja, want jullie insteek was om het ook echt in het Wapen van Reek te willen. Ja, dat is vanaf het begin altijd heel zuiver geweest. We wilden heel graag in het Wapen van Reek, omdat dat het middelpunt van ons dorp is. We hebben hier ook een prachtige ruimte, dus waarom zouden we ergens anders naartoe gaan? Alleen, ja, de gesprekken hebben wat langer geduurd als we eindelijk gedacht hadden. Maar uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Ja, want jullie zitten nu in het Wapen van Reek, maar ook weer niet. Ja, klopt. Dit is voorheen het winkeltje geweest. Dus het zit een beetje aan de zijkant van het wapen. Maar we hebben wel een toegang tot het wapen als het nodig is. Dus vandaag gebruiken we ook de foyer van het wapen, omdat het wat drukker gaat worden. Maar als we al apart willen zitten, kunnen we dat ook. Ja, ja. Je kunt ook zeggen, van voor wie is eigenlijk de Babbelaar bedoeld? Nou, de Babbelaar is bedoeld voor eigenlijk alle mensen uit Reek. Niet alleen de mensen die lid zijn van de zorgcoöperatie. Eigenlijk is iedereen welkom. Hier komen moeders met kinderen, maar ook jongeren mogen hier binnenkomen. Eigenlijk is het voor iedereen die in Reek woont en behoefte heeft aan een gezelligheid, kopje koffie en een praatje. Is dat een misverstand vaak dat mensen denken dat ze lid moeten zijn van de zorgcoöperatie? Ik denk het wel. Sowieso denk ik dat dat een misverstand is. Maar dat is niet zo. Iedereen is welkom. Natuurlijk, als ze hier elke week komen, gaan wij wel vragen, God, word lid. Want voor €20 per jaar, kleine bijdrage, kunnen wij allerlei activiteiten organiseren. Ook, ze denken ook vaak van, het is alleen voor ouderen. Nou, dat is absoluut niet waar. Ook jongeren zijn van harte welkom. Maar die drempel is nog een beetje te hoog. Dus we gaan de komende jaren wel steeds meer jongere mensen proberen ook hier binnen te krijgen. Ja. Die naam, de Babbelaar, doet mij aan een snoepje denken, eerlijk gezegd. Dat klopt. Ik zal even uitleggen hoe die naam een beetje tot stand kwam. We hebben voorheen, helemaal in het begin, hebben wij geprobeerd om hier in de foyer een ruimte te creëren voor de zorgcoöperatie. En toen hebben wij, Vincent Vergaal is toen mee gaan denken van hoe kunnen we hem inrichten. En die had allerlei oude foto's van Reek. En daar kwam onder andere de boterfabriek weer voor de dag. Een hele mooie foto van de boterfabriek. En toen hadden we zoiets van boterbabbelaar. Dat is misschien wel iets. Boter van de boterfabriek, babbelaar van het praten waar we hier dus... Oh, boterbabbelaar. Hoe zover had ik eigenlijk nog niet doorgedacht. Maar goed, het huis van dichterbij, daar staat het nog op, boterbabbelaar. Maar toen uiteindelijk het er stond, zeiden we nee. Is toch niet wat we eigenlijk voor ogen hebben. Dus uiteindelijk hebben we dan toch gekozen voor alleen de babbelaar. Dus zo willen we hem nu gaan noemen. Ja, maar is het nou het snoepje? Want aan babbelen denk ik ook weer meteen toch ook alweer aan babbelen. Nou, ik denk meer aan het praten wat we met elkaar doen. Babbelen. Ja, niet zozeer het snoepje. Oké. Greet Driessen, je bent coördinatrice van het nieuwe ontmoetingsruimte. En ook gastvrouw, want dat staat tenminste op je kaartje zo. Wat doet een coördinatrice? Wat is jouw taak precies? Mijn taak is om het inplannen van de gastvrouw en de gastheren. En het halfweg de maand stuur ik een mailtje rond wanneer dat de mensen niet kunnen. En ga ik de dagen dus dat ze niet opgegeven hebben, ga ik inplannen. En gemiddeld, we zitten op het moment met zo'n 26 gastvrouwen en gastheren. En gemiddeld komen ze 3 à 4 keren. Dus het is helemaal niet moeilijk om aan gastvrouwen en gastmannen, zeg je dat zo ook, gastmannen te komen? Gastheren. Gastheren natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ze geven zich allemaal vrijwillig op. Laatst hebben we er nog een paar bij gekregen. Soms vallen er een paar af natuurlijk, door omstandigheden. Is ook geen probleem.
We stellen of hebben ook de vraag bij hen neergelegd van als je niet kunt of je bent ziek of er komt iets tussen, kunnen ze altijd mij bellen, maar liefst onderling regelen. Ja. Hoeveel mensen zijn ondertussen lid van de zorgcoöperatie? Ik dacht zo'n 180, ruim 180 mensen zijn lid. Ja. En gemiddeld komen hier in de Babbelaar, op het moment is het stijgende, zitten we rond de 20 per keer regelmatig. Ja. Dus dat is best een goed verloop. Ja. Maar er is net al duidelijk benadrukt dat in feite iedereen welkom is en dat je geen lid hoeft te zijn van de zorgcoöperatie. Nee, dat klopt. Iedereen mag hier komen en een kopje koffie komen drinken. En ze vinden het gewoon heel gezellig. Je noemt al koffie, dat is natuurlijk de taak van de gastvrouw. Wat doet de gastvrouw nog meer dan? Nou, de gastvrouw die zorgt dat het allemaal goed verloopt. Als er wat stilte valt, probeert hij het gesprek weer een beetje op gang te krijgen. De mensen kunnen hier spelletjes gaan doen. Eventueel, als er interesse is dadelijk, wat computer betreft, dat ze een beetje kennis willen opdoen. Ja. Hebben jullie daar een actieve rol bij dan? Nou, wij willen dat een beetje gaan sturen in die richting. En we hopen dat ze dat ook oppakken zo. Ja, oké. Ja, en dat is eigenlijk de taak. En het een beetje gezellig hier inrichten en het weer opruimen. Dat zijn eigenlijk de hoofdzakelijke taken. Wat is jullie streven? Hoe vaak per week, hoe vaak gaan jullie open? Wij zijn 3 keer open nu. Maandagmorgen, woensdagmiddag en vrijdagmorgen. Mm-hmm. En dat willen we voorlopig zo houden. En in de toekomst zien we wel of er meer behoefte is. Is er nou ook stiekem een beetje concurrentie met Schaik en Zeeland wat betreft de ontmoetingsruimte? Nee, tenminste niet dat ik het kan bemerken. Er komen hier wel oud-rekenaren uit de regio. Die komen hier ook af en toe even gezellig bijpraten. En dat is ook hartstikke leuk. Ja. Je hebt deze ruimte ook zelf helemaal in moeten richten? Ja, het bestuur heeft hem dus helemaal ingericht. En het ziet er gewoon gezellig uit, vind ik zelf. Met of zonder sponsors? Weet ik. Oh, dat moet bij Mieke zijn weer, ja? Nou, tot nu toe, eigenlijk zonder sponsors nog. De meubels die hebben we eigenlijk allemaal geschonken gekregen van dichterbij. Dus op zich best wel heel fijn. Die hebben we meegenomen van het huisje, hebben we hier mee naartoe genomen. We zeggen, dat doen we het voorlopig ook even mee. En de keuken en zo zat gewoon in het bouwplan mee. We hebben eigenlijk nog geen sponsors, maar daar komt er wel aan. Ja. Jullie hebben bedacht om Sjaak van Tilburg uit te nodigen voor de officiële opening. Waarom Sjaak? Nou, dit speelde ook al heel lang. Zo van, stel dat we gaan openen, wie gaan we het laten openen? En toen hadden we zoiets van, nou, de oudste inwoner. Sjaak komt hier dus echt elke week trouwen op de koffie. We hebben toen ook aan Drika Verstegen gedacht, omdat hij ook een dorpsmens was. Maar Drika is helaas overleden, anders hadden die twee het samen misschien kunnen doen. En Sjaak is gewoon een prominent iemand. En toen hadden we zoiets van, moeten iets door laten knippen? Ja, nou, Sjaak als kleermaker kan niet mooier. Dus Sjaak brengt dadelijk ook zijn eigen schaar mee. En daar gaat hij dus ook het lint mee doorknippen. Dus, Sjaak was ook zeer verheugd dat hij het mocht doen. Ja. Ik wens jullie heel veel succes met de nieuwe ontmoetingsruimte. Dankjewel.